Heb je een nieuwe wasmachine nodig, koelkast, droger? Het kan allemaal bij Arnold en die zit in winkelcentrum Hoogvliet. En ik ben heel erg benieuwd wat mensen hier aan het uitzoeken zijn. En of ik ze een beetje kan helpen met de aankoop. Hallo, goedemiddag. Ja, u schrikt er een beetje van. U heeft niks, maar u was wat aan het uitzoeken. Nee, we hebben wat uitgezocht. Wat heeft u uitgezocht? Een mooie wasmachine. En wat kost zo'n wasmachine tegenwoordig? Goed, vraag me wat. Wat was die? 600 euro. 600 euro. En u heeft al betaald? Nee, dat moet eerst gebracht worden. Wat zou u ervan vinden als ik daar 50 euro aan mee ga pinnen namens alle ondernemers? Ik heb namelijk de pinpas vandaag van de ondernemers uit winkelcentrum Hoogvliet. Ja, maar dat wordt een beetje lastig. Wordt dat lastig? Waarom wordt dat lastig? Nou ja, ik ga het even vragen. Misschien, ik ga vragen of dat lastig wordt. Dat gaat toch niet lastig worden, Arnold? Nee, natuurlijk niet. Nee, zie je, het gaat niet lastig worden. Nee, dat regelen we gewoon. Ik ga even de gegevens erbij pakken van de land. Ja, helemaal goed, doe rustig aan. Wij vallen zo binnen en met de pinpas en we dachten van, hey. Ja, leuk. Ja, je mag ook zeggen van, als je iets ziet van 50 euro, denk van, nou, dat vind ik ook nog leuk bij Arnold. Mag ook hoor. Dat je denkt van, nou, wacht even, dat kunnen we ook doen. Dat kan ook van... Of een cadeaubon. Zullen we dat doen, een cadeaubon van 50 euro? Nou, is goed, joh. Ja, is goed toch? Ja, ik zou ook geen nee zeggen. Arnold, we maken het makkelijk voor je. Het wordt een cadeaubon. Een verrassingsactie, ja. Even kijken hoor. Doe rustig aan. Ik heb de tijd. Van 50 euro, zei je? Ja, 50 euro. Hoe lang is de leeftijd nu op zo'n wasmachine? 2 werkdagen. Oh, dat valt mee. Kijk, vanaf woensdag dan gaat het in de nieuwe wasmachine. Ik hoor je het cadeaubon 50 euro aangeboden door? Het winkelcentrum Hoogvliet. Dat we het even weten. Niet dat ik het allemaal betaal, maar gewoon het winkelcentrum. Zo, en dan wil je dat pinnen, hè, zag ik. Ja, ik heb een pinpas en het heet wij pinnen voor u, dus ik heb geen contant geld. Even geduld. Maar kunnen we zo'n pas halen? Ja, nou, het is jullie eigen pas. Koekie uit eigen trommel. En ik maak hem alleen maar leeg vandaag. Ja, nou ja, je bent er geloof ik goed in, dus ik zo zie. Ja, ik ben er heel goed in. Ja hoor, hij is gelukt. Het is gelukt. Nou. Perfect. Heb je de bonnetje nou? Ja, het bonnetje wil ik graag. Ja, dankjewel. Ja, je gaat hem even maken? De bonnen wordt geprint. Ja. Oké, nou prima. Aan die mensen en die houden hem toe. Nou, top. Ja, ik wacht even. Ik wil wel zien dat ze hem echt krijgen natuurlijk, voor ik wegga. Ja, loop maar mee hoor. Kijk, ik kom even tussen jullie in staan. Ja, dat is helemaal goed, joh. Ter waarde van 50 euro, aangeboden door het winkelcentrum Hoogvliet, zoals je gezien hebt. Dus deze mag ik ook. Nou, dankjewel. Dank jullie wel. Hartstikke leuk. Ja, toch? Ja, zo net voor de kerst. Ja, prachtig. Ja. Nou, heel veel plezier met de nieuwe wasmachine. Ja, is er eentje die op wifi en alles gaat met je telefoon al? Dat weet ik allemaal echt nog niet, maar ik denk het wel. Ja, zie je het met internet? Ja, dat is tegenwoordig nieuw, hè? Gewoon lekker op de bank kan je het aanzetten op je telefoon. Is er dan ook iemand die het ophangt, denk je? Nee, dat, ja, daar ben jij voor dan weer. Ja, dat vind ik wel, joh. Nou, hey, hele fijne dagen en veel plezier en geluk met de nieuwe wasmachine, hè? Oké, doeg!